Patty. Ja Jan, nu heb jij vorige week wederom onaardige dingen gezegd over Patty Brad. Ja, mijn excuses daarvoor. Ook omdat Patty in dezelfde stal zit als wij nu, bij John de Mol. Ja, klopt. En laten we met z'n allen vrienden zijn. Dus Patty, dat ik jou een veenlijk heb genoemd en het debiele zusje van Gordon, dat neem ik bij deze terug. Maar Patty heeft daar dus op gereageerd. Ja, dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Met een plaatje van Martin Luther King. Ja. En er staat, let no man pull you so low as to hate him. Ja, dat snap ik. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelt te zeggen is dat ze nog steeds van me houdt. Ondanks dat ik zei dat ze nou dus een veenlijk was en het debiele zusje van Gordon. Ja. En ik wil zeggen, Patty, ik hou ook van jou. Want uiteindelijk zijn we allemaal één grote familie bij Ome John. Zo maar ik heb dus opgezocht wat nou een veenlijk is. Ik kende die term eigenlijk niet. Ze lijken er wel op, hè? Maar dat... Maar het is dus eigenlijk gewoon zeg maar, een lichaam dat zo lang in de veen heeft gelegen dat het nog redelijk intact is. Ja, dus dan was zeg maar Patty, ik van 1500 of zo, die wilde water gaan halen, die had dorst. En die flikkerde dus de sloot in en die verzoop. En dan bleef ze in de veen. Bleef is het dan, geen tijd voor de knap? Nee, het is gewoon geschiedenis, hè. En dan bleef ze zo lang in de veen liggen dat ze eigenlijk een soort mummificeerde. En als je dat dus eruit haalt, en soms haalt ze dat nog steeds uit, hè? Uit het veen haalt ze zo'n veenlijker uit. 2 druppels water, Patty Brad. Hallo, ik ben René van Dennen. Wat kan leren.